Is er nou voor Staying Alive gaan? Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. Hallo mensen van Barmtown. Welkom bij een nieuwe video vanuit de Banja. Studio. Vandaag zit naast mij Juri, mooi man, ik ben Rock Beers. Rock Beers? Rock Beers, mijn alter ego. Proost. Proost. En vandaag willekeurige vragen tag. Random question tag, alweer video random question tag, want het is wel best wel leuk. Ja. Ja, nou, maar oké, laten we maar gewoon beginnen. Vraag nummer 1. What movies could you watch over and over and still love? Dus welke films kun jij over en over kijken en nog steeds ervan houden? Harry Potter. Zeker weten. Indefinitely Harry Potter. Agree! Volgende vraag. Okay. Was je ooit een scout? Ik heb 1 dag op de try-out van de scouting gezeten en niks geworden. Echt een homo in deze klas. Would you ever strip or post nude in a magazine? Nou, dat lijkt me wel redelijk tijd. Ligt eraan hoeveel ik ervoor betaald krijg. Dat is zeker waar. Dat is zeker. Maar ik heb altijd ook van die acteurs waarvan ik denk van... Jij moet echt naakt in Playboy. Ja, dan zou ik best wel, als gewoon de hele wereld allemaal voor euro in. Ja, precies. Dat is best wel nice. Er is toch wel aardig wat BN'ers die tegenwoordig in de Playboy staan. Maar stel, hoeveel geld zou je ervoor willen om naakt in een blad te staan? Ik weet niet. Want voor 1000 euro zou ik het niet doen, want dat achtervolg je hele leven. Ja, daarom weet je. Dat compenseert niet voor 1000 euro. Als je zeg maar gewoon, je weet zeg maar, dus je staat daar gewoon in je naki. Zijn je daarnaast? Ik weet sowieso dat ze met mijn lichaam mij niet in zo'n gayblad willen voor mannen, weet je wel. Ja. Maar goed, als ik het zou doen, dan zou ik er wel denk ik, een miljoen wel overvragen. Een miljoen? Maar voor een half miljoen zou je het dus niet doen. Ja, misschien ook wel. Ik bedoel, nu wel op dit moment, want een half miljoen is voor mij veel geld. Maar als je een BN'er bent, ligt het anders. Ik denk dat we Patty Brak gewoon in de Playboy willen. Die is wel een Patty. Echt? Nee, wacht, dat was Patricia Pai. Die heb ik nog gezien, dat was echt verschrikkelijk. Oh god, what the fuck. Rimpelkut. Ja, die gordijntjes. Gordijntjes. Kan jij de olie van een auto verwisselen? Dat vind ik eigenlijk wel een... Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dus wel dat je moet meten. Dat is wel iets wat je moet leren bij je rijles. En ik denk dat ik hem... Ja, verwisselen. Dan moet je moet dus de oude olie eruit halen. Ja. Dat is het ding. Dat weet ik dus niet. Ja. Ik zou denk ik wel gewoon nieuw erbij kunnen gooien, want ik weet wel waar het zit. Maar... Ik heb geen idee. Verwisselen? Nee. Dat zou je niet weten. Of als die op is, dan zou ik kunnen bijvullen. Ik weet niet wat het verschil is. Heb jij ooit een boete gehad? Ja. Voor wat? Ik nam afscheid van mijn vriendin op het station. En ik had net mijn OV opgegeven, dus ben ik vergeten in te checken. Oh ja, dat is goed, ja. Toen wij terugkwamen van Gamescom, toen was ik met Ilko en Bardo naar Eindhoven gegeven met de auto. En toen waren ze dus vanaf daar in de trein naar Den Haag gegaan. En ik moest zo haasten voor die laatste trein. Ik wil hem gewoon halen dat ik gewoon erin ben gaan zitten. En toen kwam de conducteur dus. En ik zo, ja, ik dacht ik ingecheckt had. En kut. En ik had allemaal van die badges nog een beetje van VOD en shit. Ze zeiden van, oh, ben je ergens weg geweest? Ja, ja, ik had een dingetje. Lang verhaal, ik heb geen boete gehad, gelukkig. Ja, weet je, als je een beetje een leuk verhaal ophangt, kom je er heel snel. Die man is leuk van, ja joh, die jongen. Die gasten hoeven geen boetes te geven, nee, dus ik ben een beetje tegen ze ben. Is de Hollander. Wat is je favoriete sandwich? Ik denk bacon en ei. Die heb ik net gegeten. Die ja, dat was wel lekker, man. Van de Starbucks, dat was echt heel goed. Pak er ook zo mijn neusje in. Ik vind die van de Albert Heijn ook wel lekker. Meatball met mosterd erop of zo. Oeh, klinkt goed. Sandwich, goed. Zo lekker. Die hebben we al een paar keer gegeven. Wat is jouw normale bedtijd? 2 uur, denk ik. 2 uur? Ik ben echt een nachtbraker. Ja? Nou, ik probeer altijd rond 11 uur dat ik richting mijn bed ga. Als ik de volgende dag gewoon op tijd op moet, hè? Ik heb ook wel eens vorige week bijvoorbeeld. Ik was echt pas om 1:30 als ik mijn bed in ga. Want ik was even wat video's aan het doen en zo. Mm-hmm. En ik ga mijn bed in. Ik kom moeder opeens ook in boos de badkamer lopen omdat ik dan poes was. Ik moet morgen om 7 uur op en je maakt me wakker. Zo, oh ja, shit. Wij hebben een ander ritme en dat was misschien niet zo heel blij. Oké, nou, volgende. Maar goed, even kijken. Ben je lui? Ja. Ja. Dan ga ik niet eens over liegen. Nee, ik denk dat iedereen sowieso te lui is. Wel lui is, ja. Heb je je ooit verkleed als kind voor Halloween of carnaval? Ik heb me nooit verkleed als kind. Dat ik als kind ging. Grappig. Ben je ooit toen je kind was verkleed geweest voor Halloween of carnaval? Ik heb me nooit verkleed voor carnaval. Ik heb wel gewoon... Op een verkleeddag op school met een verkleed als meisje, dat was wel leuk. Nice. Heb ik een jurk aan gedaan en een jurk op. Dus ik zou het mezelf wel gedaan hebben, denk ik. Ja, toen ik klein was, mijn moeder wel eens gewoon, weet je, in een koude pak of in een aanpak of zo. Oh, dat vind ik schattig. Ik zat met matching, ging ze dan met mij, ging ze naar de kleuterschool, gingen we zo. We waren wel echt de bad boys, weet je wel. En dan boys, back it down. Pistolen. Ja, wat taal spreek je? Ik spreek
Nederlands. Nederlands. Engels. En een beetje Duits, denk ik. Duits, ja. Nou ja, ik heb 3 jaar geleden Frans gehad, daar heb ik niet veel meer van. Nee, mij ook niet. Nee, je ne sais pas un croissant. Ja, toen ik in Amerika was, waren er onwijs van die Latino's. Die hadden maar een beetje Spaans. Habla español. Buenos dias, muchacho guacamole. Yes, very nice. Do you have any magazine subscriptions, Donald Duck? Ja? Ja, ik ben geabonneerd op Donald Duck heel lang, echt al 8 jaar of zo. Ik ben geabonneerd geweest op The Quest. Ik was op de Hitkrant ook geabonneerd. Oeh. Voor de Habbo posters en ik was echt fucking Habbo fan. Is dat ook de Habbo posters? Ja. En van die credits, van die codes die ik kreeg. Ik ben echt alleen geabonneerd geweest op The Quest volgens mij. Ja? Dat is ook wel nice. Mijn vader ook nice wel. Gewoon nice wel. Which are better, Lego's or Lincoln Logs? Laten we zeggen Lego of Duplo. Lego, ja. Duplo is gewoon Lego voor domme mensen. Ja. Of Knex had ik vroeger ook. Knex is wel nice. Knex boven Lego, sowieso. Ja, Knex kun je echt wel. Ik had reuzenrad gemaakt en. Ja, ik had op een gegeven moment dat ik echt Knex. Er was een ballenbaan. Ik had een hele grote vacuumzuiger. Die kon dan zo een stofzuiger op de base. Die kon dan ballen omhoog zuigen. En die is een hele glijbaan. Dan op verschillende wegen. En ik kwam in beneden. Dan ging je weer omhoog. Ja. Ik zag laatst ook een video van iemand die dus met. Dat is een heel Lego kanaal waarop die dingen maakte. Die maakte bijvoorbeeld een revolver. Die is ook echt gewoon helemaal werkt. Ja, precies. Echt, mechanische Lego is ook cool. Dan kan je dat met één dingje in de draaien. Ja, daar had je van die wedstrijden van ook. Daar had je allemaal van die tandwielen en zo, dat was ook best wel cool. Ja, gaan. Volgende vraag, heb je ooit een soap opera gespeeld? Ik heb niet in soap opera gespeeld. Gekeken, maar voor mij bestaan die dingen niet eens meer. Ja, GTS is een soap opera toch? Ja, dat is waar. Die heb ik nooit gekeken trouwens. Ik kijk wel eens een afleveringetje mee met mijn moeder. Ik kan niet. Ik volg het niet ofzo. Vroeger keek ik wel met mijn moeder altijd Desperate Housewives. Dat moest ik gewoon kijken van hem. Want ik moest dan zeg maar gewoon naar boven komen. Zeg maar op de bank zitten en dan moest dat kijken en dan moest ik meekijken. Waarom? Hé, hey, er zit wel seks in hè? Even serieus. Voor een jongetje van 12 is dat best wel innoverend. Wat ga je dan met je moeder kijken? Ja, zo. Hé hey, mam. Wat is dat? Dat is een tepel, Yuri. Dat is een tepel. Oh, cool. Zien je wel eens in de auto? Ja. Ik ook, ik had laatst alleen aan het rijden, een beetje aan het oefenen van mijn driver-ride skills, een beetje experience op doen. En ik zit opeens al lekker met Storm My Mate. Is dat nou voor Staying Alive gaan? Staying Alive. Toen ik klein was en dan denk ik echt aan 9, had ik zeg maar een denkbeeldig vriendpersonage. Oh, je bent zo in. Ja, die interviewde mij altijd ofzo. Het was een reporter. Het was heel raar. Oké, Rick. Oké, jongens, weet je wel iets nieuws over Rick? En dan stond ik onder de douche. Oké. Nou, volgende vraag is: heb je ooit. Ik open mijn hart hier, hè? Je lacht. Ja, sorry, ik zou even een momentje voor Rick. Ben je klaar voor de volgende vraag? Ja. Oké, heb je ooit een wapen gebruikt? Mag ook luchtpost zijn, want in Nederland mag je toch niet een wapen. Van mijn vader had ik een mes gekregen, die was in Marokko geweest. Mm-hmm. En het is een heel groot mes met slangenhuid zo bij het handvat. Mm-hmm. En die heeft hij gewoon in zijn handbagage die meegenomen van Marokko. Ik had mijn moeder, ik had de kermis een keer zo'n soort van mesje gewonnen. En die had mijn moeder dus in de zak gedaan van de jas. En toen gingen we op vakantie, was ze bij de douane. En was ze eruit getrokken, omdat ze dus een mes in de jas had zitten. Dan ga ik wel, ja, was je maar even pand en bla bla bla. Ja, mijn vader had dus 2 messen gewoon meegenomen en gewoon door de douane gekomen. Mijn oom zat op een schietvereniging, die zat thuis altijd dat hij een hele kist met wapens erin. Dat was wel best wel vet. Ja. We hebben thuis, die heb je wel eens gezien volgens mij, die luchtbugs die we hebben. Maar een grote ding. Lijkt echt op een sniper, maar gewoon, het is gewoon lucht. Niets mee. Luchtsniper. Ja, dan kan ik een keer een duif met dood schoten. Dat is wel heftig. Oh, nice. Nou, dat was eigenlijk de laatste vraag. Echt waar? Ja. Vond je het een leuke tag? Laat een groen duimpje achter. We zijn meer geweten komen over Rick. We zijn meer te weten komen over mij. Dat betekent toch iets meer over mij. Ja, als je nog meer te weten wil komen over ons, abonneer dan even op Binary Town. Tot de volgende keer, jongens. Later!